gezocht. Plaats dus en daar is Mercedes een absolute meester in als de A-klasse wordt volgereden. De A is keurig afgewerkt, maar mist daar wel de fantasie en de klasse van zijn grotere broers. Maar voor een Mercedes is hier wel grondig en volledig gewerkt. Bovendien is de A een echte monovolume. Stoelen vallen handig uit te bouwen en zo ontstaan gigantische bagageruimtes. Heel leuk is de hoger geplaatste achterbank. De A kende een tegenvallende introductie waarbij de Elantis de auto bijna van de markt veegde. Laat het u maar door ons gezegd zijn, de A heeft een bijzonder gezonde wegligging. De noodgedwongen harde ophanging na de Elantis lijkt ons ook verdwenen. De A160 is zonder meer een keurig te rijden auto zonder nukken en vooral zonder de fratsen die hem verweten werden. Stabiel op de rechte wegen en vrolijk meeslingerend als het over de landwegen wat harder gaat. Zo lusten we ze wel. En je zit als bestuurder gebeiteld in de A. Het stuur staat fantastisch opgesteld, de rijhouding is zo goed als perfect. Als de A nu ook nog een pook van hetzelfde niveau had, dan was er geen klagen aan. Het pookje dat er nu staat, gaat te langzaam. It's my time. Audi heeft zeer goed naar de A-klasse gekeken toen het zijn A2 ontwierp. Natuurlijk pakken ze met extra's uit. Aardigheidjes voor de service bijvoorbeeld. En het compleet uit alu opgetrokken spaceframe dat de auto een uitzonderlijk laag basisgewicht geeft. De architectuur van de A2 is aan de binnenkant duidelijk geïnspireerd door de Audi TT en dat maakt van ons bepaald een gelukkig mens. Omdat de A2 zo licht is, kan hij ook met maar een 400 uit de voeten. Het geeft de auto in Duitsland een top van ruim 180 per uur. En omdat Audi ervoor koos om de eerste drie versnellingen kort te houden, is de auto ook in ons zenuwachtige verkeer absoluut geen meeloper. Elke Audi die zichzelf respecteert, heeft een gezonde wegligging en dat is met deze A2 niet anders. De auto is allerminst boterzacht, maar goede stoelen en een keurige demping filteren de ongemakken van ons wegennet net voldoende weg. Je zit in een Audi bijna net zo goed als in een A-klasse, maar achterpassagiers hebben wel het nadeel dat de bank achteraan lager staat. Dat moet het sterk duikende dak mogelijk maken. De spoiler op de achtervenster hindert overigens het zicht naar achter, maar houdt de achteruit wel proper bij regen. De klassieker opgebouwde A heeft met de A2 eindelijk een concurrent gekregen. Want los van alle voorsprong door techniek, is de A2 wat zijn concept betreft zo goed als een kopie conform van de A-klasse. Technisch zijn de auto's elkaar waard. De A2 en de A160 hebben op een paar meter na dezelfde remafstand. Met zijn kleine motor is de A2 in principe kansloos in de acceleratie tegen de 1600 van de A-klasse, maar het verschil is maar niks. Niet alleen is de A2 puik afgewerkt, hij biedt ook nog eens plaats aan vier volwassenen of aan een hoop bagage, maar niet allebei tegelijk. De 1.4 is niet alleen stil, hij doet ook nog eens flink zijn best zonder te dorstig te worden. Stijf en eeuwig onroestbaar, zulke koetswerken maakt Audi niet meer alleen voor zijn grote A8, ook de A2 profiteert er nu van. De passagiers op de achterbank zitten laag en dus verloren in de auto.
achterspoiler zal best wel nuttig zijn. Hij bederft wel het zicht naar achteren op een irritante manier. Er mag dan wel een hulpset zijn. Om de kofferruimte te creëren geeft Audi geen reservewiel mee. Stuur en pedalen staan zo opgesteld dat hij je in de betere sportauto waant, ongezien in dit soort auto's. De A blijft de koning van de plaats in deze klasse. Geen enkele auto op de A2 na scoort even hoog in deze klasse. Een antislipsysteem standaard, airbags allerhande, een sandwichbodem, motor die speciaal wegklapt, de A heeft geen lessen te ontvangen. De auto had wat stiller mogen zijn, zowel wat windruis als de motor betreft. Zijn apart design met de rare C-stijl zorgt ervoor dat het zicht schuin naar achteren niet maximaal is. Mercedes is de trendsetter van deze mode en laten we hopen dat ze niet te veel navolgers vinden. Het wegverkeer was de voorbije weken niet uit het nieuws weg te branden en dat had natuurlijk met de dure olieprijzen te maken. Een eenvoudige tankbeurt is een pijnlijke affaire geworden. Hoe kunnen we de diesel- en de benzinefactuur een beetje naar beneden krijgen? Enkele tips krijgen we van Luc de Smet. De brandstofprijzen zijn op hol geslagen en zuinig rijden is meer dan ooit op zijn plaats. De touringinstructeurs hebben maar één goede raad voor hun leger wegenwachters. Wat wij proberen wijs te maken is de snelheid beperken tot 90 km per uur, omdat dat de ideale snelheid is om de brandstofverbruik te beperken. Goedkoper rijden begint met de auto zelf. Moderne auto's zijn gestroomlijnd om minder te verbruiken. Wie daaraan iets verandert door er van alles op of aan te wijzen, zal het voelen aan de pomp. Huisrek op een auto geeft dus een gevolg dat het een hoger verbruik is. Een verbruik van 10% meer. Wat we wel kunnen vermijden bij een auto is bijvoorbeeld brede banden plaatsen, spoilers, spoilers op de achterbank, uitbelkits. Spoilers vooraan, dat verandert allemaal de CX-waarde en daar heb je dus door een hoger verbruik. Hoe warm draaien? Normaal gezien, als je motor start, moet je direct beginnen rijden. Ah bon? Ja, je moet dus niet wachten tot wanneer je motor op bedrijfstemperatuur is om verder te rijden. Je start hem en rijdt weg. Sparen kan door met zuiniger diesels te rijden of goedkopere benzine te tanken. Euro Super 95 is voor alle normale auto's meer dan voldoende. Door de tank maar half te vullen, verminder je het gewicht en is minder energie nodig, al lijkt die besparing bijna onmerkbaar. Controleer de bandenspanning en rij zo mogelijk met de nieuwe energiebesparende banden. Met de huidige brandstofprijzen is er dus maar één goede raad. Rij traag en vooral rij rustig. Dat is bijna de enige manier om tot een kwart minder te betalen aan de pomp. Je gaat niet boven de limiet. Dat is sowieso al een extra brandstofverbruik, want je overtreedt ten eerste de wet en als tweede verbruikt u extra. Wat moet je doen? Je moet proberen een constante snelheid te houden. Op die manier heb je dus het beste brandstofverbruik. Je snelheid overschrijden geeft dus extra brandstofverbruik, dus snelle duivels die verbruiken dus meer. 90 in plaats van 120 en je rijdt een derde goedkoper. Ook buiten de autostrade vallen er zaken te doen door trager te rijden. Nu rijd je iets te snel voor die weg. Hetgeen je kunt doen is je snelheid verminderen. En als je snelheid vermindert, zal je brandstofverbruik dus ook dalen. 22 liter, 24 liter, hè. Dat is 10 liter meer. Kost dat 10 liter meer, dit? Dit, wat je nu doet, dan zitten we nu al aan 15 liter meer. Door gewoon in hoge toeren een berg op te gaan. Kijk, nu moet je plotseling brusk remmen. Stop. Dat is eigenlijk overbodig. In de stad moet het sowieso rustig. Nog een tip, schakel zoveel mogelijk elektrische componenten uit. Radio, overbodige verlichting, kerstboompjes enzovoort. En vooral schakel de airconditioning uit, want daarmee verbruik je maar liefst 10% meer. Wie het een beetje slim aanpakt, kan dus minstens een kwart minder verbruiken. En dat kan tellen. Ik zei het al, er zijn afgelopen zomer weer heel wat nieuwigheden op de automarkt verschenen. En we doen daar een eerste greep uit. William Meerschout stelt ons eerst een populaire jongen voor, de nieuwe Opel Corsa.
We beginnen dit overzicht met een erg populaire auto. Want als je weet dat er van deze Opel Corsa maar liefst 6 miljoen exemplaren over de toonbank gingen, dan heb je meteen ook een idee hoe belangrijk dit model is voor Opel. De nieuwe Opel Corsa moest dan ook nog mooier, nog ruimer, kortom nog beter worden dan zijn voorganger. Van bij de eerste aanblik heb je de indruk dat de Corsa behoorlijk gegroeid is en dat terwijl de lengte van zowel de 3-deurs als de 5-deursversie met slechts 35 mm toenam. Wel is de Corsa merkelijk breder geworden en dat draagt bij tot de algemene volwassen indruk. De nieuwe Corsa heeft een strak design met elementen die toch voldoende speelsheid bevatten, zoals de hooggemonteerde verticale achterlichten. De nieuwe Corsa gedraagt zich als een volwassen auto en ook op de autosnelweg heb je niet langer het gevoel in een ondermaatse stadsmus op weg te zijn. De Corsa is duidelijk volwassen geworden en die trend zet zich ook verder in het interieur. Hij heeft de grootste wielbasis in zijn klasse en steekt daardoor qua plaatsaanbod met kop en schouders boven de concurrentie uit. De aankleding van de leefruimte is zoals we dat van Opel mogen verwachten. Robuust en toch een tikkeltje frivol. Opel biedt op de Corsa ook een zogenaamde EasyTronic versnellingsbak aan waarmee je zonder te ontkoppelen kunt op- of terugschakelen. We vonden dit systeem bijzonder aangenaam in het gebruik, zeker in combinatie met de 1.2 16 klaps motor. Onderaan het gamma is ook een 3-cilinder beschikbaar en de topversie krijgt een 1.8 van maar liefst 125 pk. Dieselliefhebbers kunnen we de gloednieuwe 1.7 DTI van 75 pk aanraden. Deze heldere koplampen zijn van de gefacelifte Skoda Octavia die dankzij enkele subtiele wijzigingen weer helemaal bij de tijd is. Veel nieuws is er niet te melden, behalve dan de komst van een nieuwe topversie die luistert naar de naam RS. Octavia RS is jammer genoeg enkel verkrijgbaar als 5-deurs en niet als break. Onder de motorkap zit de 1.8 turbomotor van maar liefst 180 pk, die we al kennen uit onder meer de Audi TT. Rijplezier is dus gegarandeerd. Hoeveel de sportiefste Skoda zal kosten is nog niet bekend, maar wellicht zal de prijs rond het miljoen schommelen. Ook de Toyota Avensis werd lichtjes onder handen genomen. Ook hier zijn er subtiele veranderingen aan het koetswerk en interieur met onder meer hertekende koplampen en achterlichtblokken. Belangrijkste nieuwigheid is de 2 liter VVTi benzinemotor met directe injectie, iets wat we doorgaans enkel bij dieselversies terugvinden. De Avensis Turbo Diesel maakt er trouwens ook gebruik van en deze zogenaamde D4D blijven we een uitstekende diesel vinden die vooral uitblinkt door zijn stille werking. Toyota's middenklasse is nog steeds leverbaar als 5-deurs hatchback, als break en als 4-deurs sedan die nog steeds onze voorkeur wegdraagt. Dit is de nieuwe Volvo S60, zeg maar het sedanbroertje van de V70 die tussen de S40 en de S80 gepositioneerd wordt. De S60 heeft een uitgesproken sportief karakter meegekregen. Een voorbeeld daarvan is de zogenaamde Spaceball versnellingsbak met een ultramodern ogend schakelpatroon. En de S60 mag dan wel duidelijke familietrekjes vertonen met de grotere S80 door de sterk aflopende daklijn zijn de ontwerpers erin geslaagd om de auto duidelijke coupé-trekjes mee te geven. We mogen hier dan ook gerust spreken van een bijzonder geslaagd ontwerp. Onder de kap werken enkel 5-cilindermotoren met of zonder turbo, die met vermogens uitpakken tussen de 140 en de 250 pk. Op een nieuwe eigen Volvo dieselmotor is het nog even wachten tot de lente van volgend jaar. Wie dringend aan een nieuwe diesel toe is, kan intussen terecht bij de recent gefaceliften SNV 40. Daar heeft de oude rumoerige turbodieselmotor plaats moeten maken voor 2 nieuwe Common Rail turbodiesels die voldoende krachtig, zuinig en vooral ook stil zijn. Een verademing tegenover hun voorganger. Zo, einde van deel 1 en straks in deel 2 gaan we onder meer vertellen waarom we in deze auto hebben plaatsgenomen, want die steekt boordevol elektronica, zoals u kan zien. Straks meer daarover. Tot zo dadelijk. We zijn op pad met een Mercedes M.
die uitgerust is met een heel speciaal audio- en videosysteem aan boord. Zowat het neusje van de zalm. Je hebt de klassieke cd-speler, je hebt de satellietnavigatie. Maar aan boord van deze auto vind je ook een dvd-systeem, zodat de kinderen bijvoorbeeld op de achterbank via de monitoren in de hoofdsteunen naar allerlei speelfilms kunnen kijken. Ze kunnen ook videospelletjes spelen in de auto, zodat het reizen wat aangenamer wordt. Onze eerste reportage speelt zich af op twee wielen. Wie graag met de motor rijdt, die doet er goed aan nu en dan bijscholing te volgen. En dat kan onder meer op circuit. En Luc de Smet is dat gaan doen. Motoren in de file, maar dan wel aan het starthek van het circuit van Zolder. Geen wedstrijdpiloten, maar vrije tijdsrijders die op het circuit het onderste uit de kan halen. Vanaf maart tot september kunnen motards zo'n twee keer in de maand hun hart ophalen op het gesloten circuit van Zolder. Snel en veilig rijden, want er zijn uitloopstroken, grindbakken en veiligheidsploegen. Ik merk gaande de weg, dit is eigenlijk pas de derde motor die ik heb, dat ik vrij sportief rij op de weg. En dat betekent dat dat ook niet altijd even veilig is. En dat is de reden waarom ik eigenlijk op circuits ben gaan rijden. Om de techniek te verfijnen, want ik maak geheid fouten, doe ik nog steeds. Dat wil ik graag beter leren, om zo en op het circuit, maar ook op de openbare weg, toch met aan redelijke snelheid op een veilige manier me kan verplaatsen. Hier is toch een beetje de bedoeling van niet te vroeg in te steken, zo laat mogelijk beginnen gewoon in te steken, naar die kegel zien. We leren circuit rijden bij de motorsportschool Zolder. In de voormiddag is er les op en naast de baan. In de namiddag leren we bochten nemen in het zocht van de instructeur. Wie de opleiding heeft gevolgd mag later vrijrijden op de motordagen in Zolder. Op het circuit heb je de kans voor de motor te leren kennen en te leren beheersen op een veilige manier. Terwijl het de meeste motorrijders dat op baan willen proberen en dan wordt het eigenlijk heel gevaarlijk. Circuitrijden, dat is voor de laagvliegers een feest. De belangstelling is dan ook enorm, want de supersportieve motor blijft ongemeen populair. Hoe vreemd het ook mogen klinken, tot nu toe is de best verkopende motor een supersportieve, bijna hypersportieve motor. Kracht en vermogen heeft de R6 van Yamaha. Een 600 met weinig of geen toegevingen aan comfort. Het is een kleine bom, 120 pk, zo'n 170 kilo, minstens 200 kilometer snel voor zo'n 350.000 frank. De laatste jaren is er een merkelijke evolutie naar sportmotoren van 120, 130, 140, nu zelfs 170 pk bijna, die in principe iedereen gewoon kan kopen bij zijn dealer. Dan stelt zich een probleem. Het is een berg vermogen dat niet iedereen de baas kan. Supersportieve machines komen vooral op het circuit tot hun recht. Zelf gaan we de baan op met de iets comfortabeler CBR 600F van Honda. We rijden om te leren en hebben duidelijk nog veel te leren. De bochten komen snel, het is terugschakelen, remmen, gas houden en gaan liggen. Betere piloten rijden je links en rechts voorbij. De meeste fouten worden gemaakt met te snel te willen rijden op de rechte einde. De rondetijden gaan dan omlaag gaan omdat ze eigenlijk te snel willen rijden op de rechte einde. En dat ze daarmee het bochtenwerk eigenlijk een beetje om zeep helpen. Dus die motorfietsen die men nu op de markt brengt, die zijn bijna ideaal. Niemand die hier aanwezig is vandaag kan je motor 100% benutten kwestie van remvermogen, acceleratievermogen, stuurtechnieken. Dus beperktheden aan de motorfiets zijn er niet. De beperktheden zijn er enkel bij de motorrijder. De motorsportopleiding is gespreid over twee dagen, maar alleen voor de betere motorrijders en de wat geoefende laagvliegers kent het circuit dan geen geheimen meer. Door hier ook ervaring op te doen, automatisch, had ook beter leren rijden op straat, had waarschijnlijk ook veiliger kunnen rijden op straat, had er reacties aankweken die automatisme worden, die eventueel op straat misschien je leven kunnen redden. Hè? Een diploma hebben we niet verdiend, want voor de gewone piloot is het een les in nederigheid. De instructeurs herhalen het eindeloos. De meeste motorrijders overschatten zichzelf en op de weg betaal je verschrikkelijk veel leergeld. Snel rijden is geen kunst, maar goed en veilig rijden, dat is de kunst. Wie meer informatie wil in verband met motoren, kan er altijd de Gouden Gids op nastaan. Meer bepaald onder de rubriek 6686, 2x6, 86.
Terwijl we rustig verder rijden met vooraan op de monitor de satellietnavigatie en achteraan op de monitoren bijvoorbeeld de rechtstreekse uitzending van de Olympische Spelen, tijd voor een nieuwe greep uit de nieuwigheden die deze zomer op de markt zijn gekomen en die op dit ogenblik staan te blinken op het autosalon van Parijs. Het is best even schrikken wanneer je voor het eerst oog in oog komt te staan met deze toch wel opvallende neus van de nieuwe Daewoo Takuma. En ook al is het voor ons duidelijk dat de Koreaanse constructeur met dit ontwerp geen schoonheidsprijs in de wacht zal slepen, dat neemt niet weg dat je voor een bijzonder zacht prijsje een heel ruime en comfortabele gezinswagen in de plaats krijgt. Smaken verschillen en gelukkig maar toch blijven we het front van Daewoo's meest recente MPV wat chaotisch vinden. En dat is jammer, want zowel het profiel met de oplopende gordellijn als de achtersteven mogen zeker gezien worden. De 1.8 is een tikje mager uitgevallen. De 2 liter benzineversie doet het al stukken beter. Wel jammer dat er nog geen dieselversie verkrijgbaar is. De Takuma wil in de eerste plaats een ruime en budgetvriendelijke gezinswagen zijn. In hetzelfde segment als de Takuma probeert ook Nissan met de Almera Tino een stukje van de koek voor zich op te eisen. Het interieur is naar Nissan-normen erg speels en kleurrijk. Alle 5 de inzittenden krijgen een eigen hoofdsteun en 3-puntsgordel. En ook hier probeert men de passagiers te paaien met klaptafeltjes, geheime opbergvakken en daarin verscholen draagmandjes. Op de weg ontpopt de nieuwe Almera Tino zich als een uitstekende reisgezel. De ophanging is comfortabel en de wegligging veilig. Nissan voorziet 3 motoren, waaronder een 2.2 turbo diesel met directe injectie. Op benzinevlak is er een 1.8 en een 2 liter die enkel met een traploze CVT automatische transmissie aangeboden wordt. Er zijn 2 uitrustingsniveaus, comfort en luxe. Die laatste krijgt standaard airco en dat is geen overbodige luxe in een auto met een groot glasoppervlak. De Alhambra is de laatste telg van de MPV-drieling Volkswagen Ford en Seat. Elke Alhambra krijgt voortaan standaard een 6-versnellingsbak. Een ESP anti-slipcontrole is in optie leverbaar. De robuust ogende boordplank is overzichtelijk en compleet en de kwaliteit van de gebruikte materialen is er duidelijk op vooruit gegaan. Het motorenaanbod is erg uitgebreid tot een V6 toe, maar voor ons land zijn vooral de TDI-versies het aantrekkelijkst. Zij koppelen hoge prestaties aan een laag verbruik en lage taxen. Seat claimt voor de 1.9 TDI een gemiddeld verbruik van 6,5 liter diesel per 100 kilometer. Deze guitige verschijning is de nieuwe Toyota RAV4. Na 6 jaar vonden de ontwerpers het tijd om hun kleinste terreinwagen van een dynamisch en jong kleedje te voorzien. Wij vinden de 3-deurs het knapst, maar de langere 5-deurs pakt dan weer uit met een aanzienlijk grotere binnenruimte. Binnenin wordt het speelse aspect onverstoord verder gezet. Het dashboard is met de crèmekleurige wijzerplaten niet alleen leuk om naar te kijken, maar ook voldoende uitgebreid. Een volbloed terreinwagen is de RAV4 in geen geval, maar licht tot middelzwaar terrein schuwt de Japanner niet. Ook natte voeten kunnen de RAV4 niet afschrikken. Voor het eerst is hij ook als voorwielaandrijver verkrijgbaar. En dat in combinatie met een 1.8 VVT i16 klepper. De 2 liter wordt altijd op de 4 wielen aangedreven. En dat is een absolute must bij het nemen van een modderbad. Een turbo diesel staat op het programma voor volgend jaar. Ik was even naar de film Top Gun aan het kijken in deze rijkelijk uitgeruste auto. Prijskaartje is wel navenant. De audio- en video-installatie die erin steekt kost maar liefst 350.000 frank. Van de decibels van Top Gun naar de pk's onder de voet van Peter Baart. Als u zich afvraagt waarom uw gewone seriewagen niet zo sportief is als de wagens die in wedstrijden gebruikt worden, dan verdenkt u dat nu. Neem nu Renault met zijn Clio, een populaire gezinsauto. De Clio is een oerdegelijke stadswagen, maar het model heeft meer in huis. De versie Renault Sport maakt van de Clio een kleine bom.
Renault en Autosport. De Franse constructeur heeft zich altijd al laten opmerken op omlopen of rallywegen. In de jaren 90 domineerde Renault de Formule 1 met 6 opeenvolgende wereldtitels. En in 2002 komt het Franse merk terug voor een nieuwe aanval op de hoogste kroon in de autosport. Funky. Maar Renault is ook actief op lager niveau. Zo organiseert Renault al sinds de jaren 60 een promotiecup die jonge talenten de kans geeft te debuteren in de autosport. De afgelopen jaren was de Mégane het Renault-model voor de beroemde cup. En dat zorgde in binnen- en buitenland voor verhitte, spectaculaire duels. De sportversie van de Renault Clio is 172 pk sterk, een uitstekende basis om een auto te bouwen voor de circuit of rallysport. Het is uiteraard een vinnige auto voor ervaren chauffeurs, uitstekend en zelfs luxueus afgewerkt. Niet meer te vergelijken dus met de oer-GTI's van het begin van de jaren 80, toen alleen vermogen belangrijk was. Nu wordt dat vermogen gekoppeld aan comfort en degelijk rijgedrag. Renault heeft zijn Clio dus weer een pittig model gegeven met de Renault Sport versie, zeg maar de opvolger van de legendarische Clio Williams. En deze auto vormt de basis voor de race versie, waarmee de komende jaren zal uitgepakt worden op de Europese omlopen zoals in Zolder. Op het eerste zicht is er weinig verschil tussen het seriemodel en de circuitversie. De Cup Clio ligt iets lager, heeft aangepaste veren meegekregen en is binnenin versterkt met een verplichte rolkooi. Het interieur is helemaal gestript, je vindt er enkel nog een zetel, een stuur, een versnellingspook en een piepklein dashboard met een toerenteller. Weinig verschil in vermogen, 180 pk, dus een winst van maar 8 pk. Zo gepakt en gezakt, tijd voor een kennismaking. Met vele versnellingsbakken op deze Renault Clio, die goed gemonteerd is, mooi dicht bij het stuur. Je kunt heel snel schakelen, de sequentieel trekken is opgaan, we zitten in de vijfde versnelling, we gaan naar de eerste linkse. Dit pakken we in derde, maar kan eigenlijk wel in vierde. De Cup Clio wordt gebouwd in een speciale productieeenheid van Renault in Dieppe. De bodyshell wordt er van de band geplukt, motor, bak en de overige onderdelen zoals een sperdifferentieel worden gemonteerd en de Clio wordt rijklaar afgeleverd voor iets meer dan 800.000 francs zonder btw. Kopen en meteen racen. Dus terugschakelen is duwen vanaf de tweede versnelling voor de Villeneuve. De kostprijs van deze Race Clio zo laag mogelijk te houden om jong talent een kans te geven. Bovendien mag je al vanaf je 16 meerijden in de Clio Cup, mits het behalen van een licentie. Ik vind de auto iets nerveuzer reageert op Mégane. Het is ook een kortere wagen natuurlijk. Vooral hier in de chicane. Waar het achterste wat het durft opspringen. Voor 2001 hoopt Renault België 30 Clio's aan de start te brengen in de Cup. Het wordt ongetwijfeld een spetterende nieuwe jaargang voor de populairste promotiecup in ons land. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de zesde versnelling. Wie vragen heeft over verkeer en mobiliteit, kan terecht op het speciale telefoonnummer en op de website van Touring, zoals gebruikelijk. Dat was het dus. Houd het veilig en graag tot de volgende keer.
Eigenlijk is het eenvoudig het geluk te vinden.